Dit is vals spelen. Ja. Hallo. Ah, als jij mij nog één kruid lacht, jongen. Oh, rustig blijven. Oh, rustig blijven. Passen. Vol. Goedemorgen, welkom bij Sparta. We gaan vandaag een challenge doen, de Sabres Bremen Challenge. Met twee fantastische teams die we geselecteerd hebben. Team Rood, bestaand uit Jeremy van Mullen en Mike Eerthuizen. En een fantastische team Zwart. Team Koremans en Nick Olij. Jeremy, wat denk jij ervan vandaag? Ik denk wij gaan winnen, man. Heb je wel eens in de BMW gereden? Zeker. Ik rijd nu in de 1C. Oké, dus je kan wel binnen bepaalde secondes kan je wel aankomen tussen de ballen. Jawel, dat lukt wel. En onderling? Samen wat tactische dingen besproken? Nee, dat hebben wij niet nodig. We hebben een goede teamgeest, denk ik. Ja. Dus dat gaat wel lukken. Dus dat moet wel lukken tegen de keepers? Ja. Keepers, wat denken wij ervan? Moet wel lukken, toch? Ook wel eens in de BMW gereden? Ja, elke dag. Ja? Heen en weer. En jij? Rijden we wel eens samen? Ja, ook. Okay. Ik heb een mooie 2-serie. Dus, Oké, dus het is gewoon gassen en we gaan een ander team verpletteren. Ja, dat wordt niet zo heel moeilijk vandaag. Oké. Nou, jullie horen het. Twee fanatieke teams die tegen elkaar gaan strijden. Ik ben benieuwd wat ze ervan gaan maken. Oké, we gaan beginnen met de eerste challenge. Dat is drie maal een bal in de kofferbak proberen te schieten. Waarbij de bal wel, voordat hij in de kofferbak, één keer mag stuiteren. Blijft de bal in de kofferbak zitten, krijgt het team een punt. Gaan we eerst eens even kijken wie er gaat beginnen. Dus als ik de aanvoerder van team Zwart en de aanvoerder van team Rood even naar voren mag. Jullie gaan even steen, papier, schaar doen wie er mag beginnen. Ja. Wil je zelf? Wie hebt er gewonnen? Jij? Hij. Ah, dan mogen we beginnen. Ja? Dus je geeft de Oké. Team Zwart gaat hier beginnen. Dat is lekker. Dat durft niet. Dat durft even kijken hoe het een beetje gaat. Jij mag in trouwens, hè? Hey, hij moet hier overheen, Nick. Hij moet er overheen. Ja, als hij hier nou had hij druk. Rustig blijven. Nou, zoals je ziet is de eerste bal gelijk ingegaan. Dus team Zwart, 1 punt. Jeremy van Mullen. We gaan nu naar Jeremy toe. Eerst de poging van Jet. Nee, sorry. Mike. We gaan eerst Mike. Helaas, hij stuit het eruit. Oké, maar bij jou ineens. Maar bij jou is alles hard. Ja, tussenstand 1 voor Zwart. Dit is ongelooflijk. Helaas, ook team Zwart mist. Krijg nog een factuurtje, Tim. Je ook team Zwart mist. Ja, maar ja, naar hem. Heel matig spelletje. Zeg gewoon als ik. Jeremy van Mullen. Die bal is vies, man. Wat man? Buh. Je veten. Kijk dan, maar hoe kan hij bij hem nou wel inblijven? Ja. Hoe kan dat? Helemaal. We gaan beginnen aan de tweede ronde. En dan gaan we... Dat is niet. Oh! Kijk, dit is zo terecht. Hij zat er helemaal in, maar hij stuitte eruit. Bill zweet. We gaan het proberen. Rustig blijven. Dit is gewoon een minpunt. Ja, dat vind ik eigenlijk in principe ook. Het is gewoon een centrale verdediger. We kunnen geen minpunt, we hebben nog geen punt. Rood nog steeds op 0. Zwart gaat het vergroten. Ja, maar het is echt ongelooflijk. Tim, niet te veel naar mij kijken, Tim. Nee. Jeremy. Ik moet het niet vertellen, dat ik er nog één erin. Even een kleine tussenstand, we gaan nu naar de derde bal. Gekko. Zwart staat op 1 punt, rood nog steeds op 0. Nu moeten we pieken. Nu moeten we pieken. Samen naar achter. Nou, daar gaat hij, de laatste ronde. Ik weet niet wat Nick doet. Met links? Ik doe met links aan. Nee? Ja, had dat nou maar wel gedaan. Daar komt de rood. Nee, dat wordt niet veel dik, dat ziet al. Zo, hier. Dit is gewoon tenenkrommend dik. Ook niet. Het is ongelooflijk. Hé. Nee, er staat 1 toch? Je kan er wel gelijk komen. Waar ga je tegen? Deze echt niet, we zijn toch klaar? Bedankt. We mochten maar 3 ballen. Maar als hij nou mist en Jeremy is gewoon gelijk. Rustig blijven. Ja. Als hij hem maakt, is het over.
Nee, dit is even te veel voor Nick. Ja, maar kijk nou. Hey, maar, dit is nog geen minpunt zeker. Dit wordt de allerbelangrijkste voor Jeremy. Die staat nu aardig onder druk. Hij kan niet onder de druk. Hij moet hem maken, anders is zwart de winnaar. Ja, ja, ja. Maar bij jou kan hij ook niet. Hij deed helemaal niks anders. Die wordt weer zo motionig. Helaas, de bal zat erbij, ja, en dan stuitte er nog heel zacht in de struik. Dat is echt ongelooflijk. Waardoor zwart gewoon 1 en rood 0. Dus het eerste onderdeel is gewoon gewonnen door de keepers. We zijn toe aan de tweede challenge. Team Zwart staat met 1-0 voor. De volgende challenge is, om de beurt gaan de teams rijden in de BMW. Waardoor ze een parcours krijgen van 1,5 minuut. Ze moeten hierdoor slalommen op volle snelheid. Raken ze de oranje pion, gaat er 5 punten vanaf. De tijd wordt geklokt. Hier wordt er gefinished en dan nemen we de tijd op. En dan kijken we wat er vanaf wordt getrokken of niet. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zonde dit, echt zonde. Luister. Hey, ging de airbag af? Tipie van de sluier. Als je links pakt, dan kunnen we daar gelijk draaien. Anders komt het niet uit. Waarom zeg je dat nou tegen die gast? Dat ja, maar dat wisten wij al, Tim. Dat zeggen wij net tegen elkaar. Maakt niet uit. Tactiek. Nou, doe dat raampje dicht. Moet je niet tegen hun zeggen. Sorry hoor, vissen vangen. Goed, we gaan beginnen met team 1. Oh! Rij even eens achteruit, heb je nou, doe die raam open dan. Rijven ze achteruit. Nee, je niet jouw raampje, ik wil er recht voor staan. Oh, we moeten hem beter zetten. Oh, even een betere startpositie. Oh, ze gaan voor een betere tactiek, een betere startpositie. Dus ze gaan de auto recht voorzetten. Waar zijn de spelregels, jongens? Wat? Oh. Terug. Ah, oké, rustig maar. Ja, je moet erbij staan. Zo? Terug. Nee. Rustig aan. Ja, goed. Dat is precies zwart. Help een veentje. Team Zwart, zijn jullie er klaar voor? Aan de banden. En nu moet je draaien. En nu moet je vol. Dat was niet slecht hoor. Dat was helemaal niet slecht. Even serieus, dat doet hij vaker man. Ja, of dat ding doet het niet. Hoeveel? 19 seconden. Wacht. 19? 19 seconden. Dit is echt levensgevaarlijk. Don't try dit at home. Ja, maar dit is abnormaal. 19 seconden. Ze zijn allemaal verbaasd. Maar hallo, 19 Tim, seconden. Doe jij dat elke dag? Ja, doe jij dat elke dag? Echt. Doe het maar na, Jer. Hij moet zijn kinderen naar de crash brengen elke dag. Maar dit geloof ik niet. Ja, dit wordt voor mij een minuut van. Dit wordt een minuut. Goed, jongens. Team 1, 19 seconden. Hebben jullie een tactiek hoe je dat gaat overtreffen? Ja, door de pion heen, denk ik. Ja, ik zou vol gas gaan, want je moet er echt aan de bak. Ja, dat komt. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Succes, mannen. Klaar? Go! Deze is goed hoor. Ik denk 23 zoiets. Ja? Deze is goed hoor. Even. Wat denken jullie dat je gehaald hebt, jongens? 24. 19. 19? Huh? Ja. Huh? Het lijkt echt veel trager in die auto. Ja. Hallo, wat ga je nou doen? Niks, hij moet toch naar voren. Ja, ga alvast anders. Allebei de teams 19 seconden. Dit is geen lijntje. Dit is geen lijn hoor. Dit is echt geen lijn. Jawel, kijk dan. Jawel. Nee, oké. Team Zwart. Ja joh. Zijn jullie er klaar voor? Nee, wacht. Go! Hey! Hoi! Hey!
Dat zijn er vier, hè? Hij weet het volgens mij niet. Hij weet het volgens mij niet. Hij weet het niet. Nick. Ik moet zeggen, een fantastische tijd. Je hebt het record verbroken. 18 seconden. Maar je hebt vier pionnen geraakt. Je bent kampioen pionnen raken. Dus hey, hij is kampioen pionnen raken. Min 2 pionnen. Goeie score, min 2. Nou Mike, kom aan. Ik denk dat jullie een hele grote kans maken om een punt te maken. Ik denk dat je gewoon veilig moet rijden. Geen pionnen raakt. Dan heb je sowieso een punt. Ja. Want de vorige team gaat, die heeft min 2. Oké. Je kan dit. 10 minuten klaar. Yes. Go! Dat is prima. 23 seconden. Ik weet niet of ik piontjes heb geraakt. Nee, je hebt geen pion geraakt, kom maar. Ja, een beetje op 7, hè? Een beetje op 7. Ik wil veel kegger verder. Win tegen. Hey, windkracht. Goed. Challenge 2 is gewonnen door Team Rood. Ze gingen allebei zij en zij, alleen helaas. Werden vier pionnen omver gereden. Niks speelde een ander spel. Waardoor de één speler waar we geen naam van noemen eigenlijk in de min is geëindigd. Dus de tussenstand is nu 1 voor zwart en 1 voor rood. Ik ben het hier niet mee eens. Maar ja, ik ben moeilijk. We zijn toegekomen aan de derde challenge. De spannende challenge. Team Rood heeft 1 punt. Team Zwart heeft 1 punt. Dit wordt de beslissende challenge. Ze gaan straks in de BMW met een snelheid van 30 km per uur op die bal afrijden. En dan gaan ze proberen zo kort mogelijk te remmen voor de bal. En dan wordt centimeters gemeten. En dat gaat bepalen welke team vandaag de winnaar wordt. Oh, nu gaat hij het zo doen. Ja joh. Zijn jullie er klaar voor? Ja, kom maar. Ik heb nog een bus naast. Nou, dit is wel een goede veilige afstand. Ik ga eigenlijk niet lachen. Ja, maat, ik ben bang, kijk. Ja, dan maken we 210. Ah, dat is echt veel zeg. 210. Succes. 10 minuten klaar. JB, go! Ah, het is iets beter. Hoeveel? 135. Nou ja. Jeremy, 135. Gaan we over naar Team Zwart. Team Zwart, klaar? Doe hem gewoon om. Go! Ja! Ja, dit is vals spelen. Ja, maar ja, ik tel als jij mij nog één kruid lag, jongen. Als jij mij nog één kruid lag. Jeremy, hou me eens vast. Maar je gaat ook nog doorrijden gewoon. Nee, ja, ben je gek. Hey. Ja, er komt wel wat bij. Je moet ongeveer naar zijn wiel nu, hè? Denk ik. Ja, ja, ja. Ja, joh. Je hoort nee, dit, hij ging nog naar voren, hè? Ben je gek? Hij ging nog... 1,98 en dan doen we er 10 centimeter bij. Ja. Daar zit hij nog te 2,8. Goed, dan slaan. Tweede poging van Zwart. Ben benieuwd wat het gaat worden. Team Zwart klaar! Go! Ja, jij moet het doen, man. Ah, dit is geraakt. Maar dit is geraakt. Ja. Dat mag niet. Ik wil het nu zien. Hey! Dit is gewoon top, hoor. Ja, dit is top. Hij is geraakt, gek. Nee, dit, hij is niet weg. Dat mag niet. De afspraak is, hij moet weg. Hij moet wat? Weg. Ja, waar is hij dan? Ja, hierop. Ja, ga maar kijken. Hier. Ja, kijk, ja jongens, ja, dit, van die raken mag niet. Is dit is min 4. No. Dat eerste potje die ze hebben gewonnen is ook kwijt. Het gewoon makkelijk weg. Ja. Niks aan het handje. Ja, joh. Dit is gewoon 0. Kijk dan. Dit is gewoon een varretje. Dit is een... Nee, ik kan het niet accepteren. Ja, heerlijk. Ja, opnieuw. Opnieuw. Maar dat gaan wel strafpunten vanaf dadelijk. Oké, dan vind ik ook dat ik opnieuw mag, toch? Ja, ik ben heel koud, oké? Ja. Nee, maar als Jenna die bal raakt, en dan? Leg een balletje weg. Waar ga je dan?
Leg dat een balletje nou daar neer. Oh, wat is dat? God. Ah, daar van die bol weg. Het is echt ongelooflijk. Ja, kom. Ja, kom maar! Ik wil ook weten dat hij weer gaat raken. Nou, wat is dit? Dit is dit. Hé, hey, maar dit is... Ja, dit is goed, oh, ja, dit is goed, dit is goed. Dit is goed. Oh, oh, oh. Kijk dan, dit, ja, kijk. Ja, ja, Tim, ja, 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 ja. Ben je nou mee bezig? Ja, hier zitten ze al op 2, 5. 2, 10. En hij reed nog door, hè? Hij reed nog door. Nou, dan hebben we de uitslag van de laatste challenge. Die is overduidelijk geworden door team Rood. Gefeliciteerd, ja, dankjewel. Mannen. Dankjewel, dankjewel. Was het terecht? Jazeker. Was het makkelijk? Absoluut. Ja. Hadden jullie wel wat tegenstand? Ja, op het begin wel. Knepen hem nog, maar op het laatst dan leek het nergens meer naar. Ja. Nee. Team Zwart, jullie begonnen goed. Wat is er misgegaan? Ja, als je alles wordt tegengewerkt. Een beetje worden je allemaal regels. Twijfelachtige beslissingen. Zomaar regels worden hier zomaar veranderd. Ja, het is allemaal goed. Er was niks gebeurd met pionnen bij jullie? Er heeft wel iemand een paar pionnetje aangetikt. Ja, dat scheelt wel een hoop punten. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om het te doen. Ja. Ik vond het ook hartstikke leuk. Team Rood, winnaar. Bedankt.